Yes, mag ik jullie aandacht nog eens? De bedoeling is dat je nu gaat omkleden en dan gaat je naar boven toe, naar de bewoner. Jullie zijn de professionals. Jullie gaan daar toch een gesprek mee voeren om die mensen zo goed mogelijk te leren kennen. Jullie weten het al? Ja. In het begin had ik heel veel moeite om ze los te laten. Ik dacht, daar gaan ze nooit niet kunnen. Die gaan niet klaar geraken. Even zoeken, ja. En gelukkig heb ik een collega die zei, jawel Sonja, heb vertrouwen. Hey Jos, wij komen even met jou praten, vind je dat goed? Ik heb daar van het begin heel veel vertrouwen in gehad. Ze willen heel graag verder groeien, dus ze leren ook wel effectief in de plaats waar ze zitten, dus in het woonzorgcentrum. Dat stimuleert hen heel sterk, laten we het zo zeggen. Dus u wandelt graag? Ja. En waar wandelt u dan heen? Mijn neus, hoor. Ja, dat snap ik. Als je in een toestand zit, vooral je lichaam, van er is gevaar, ik krijg geen voldoende zuurstof, dan gaat je pols omhoog. Mijn collega en ik ervaarden tijdens de stages dat er een grote kloof was. Dus dat schoolse theorie, maar de praktijk verlangt een andere aanpak. Dus die leerlingen die ervaarden ook een stress, die hadden zoiets van, dat komt hier niet overeen. Moet ik nu luisteren naar wat de school zegt of moet ik nu de praktijk? En daar was zo dat conflict. Daar hebben we iets aan gedaan. Ja, en volgende. Zelfreguleerd leren is eigenlijk dat de leerling zelf achter het stuur gaat zitten. Hij weet waar hij naartoe moet, hij kent zijn doelen en hij bepaalt het tempo. Zijn er obstakels onderweg? Dan zijn wij de coaches om daar mee in gesprek te gaan. Er zijn heel veel momenten waar dat je eigenlijk verplicht bent om bepaalde zaken te volgen. Bijvoorbeeld hoorcolleges. Ze moeten naar die integratiemomenten gaan. Ze moeten naar die communicatiemomenten gaan. Mevrouw, niet verschieten. We gaan even naar omhoog. We gaan de remmen los doen, mevrouw. En we gaan naar uw bed, hè, want het is tijd om te gaan slapen. Het is dus zo dat zelfregulerend leren niet is dat we die leerlingen aan hun lot overlaten. Dus ze hebben ook wel nog altijd die instructie nodig. Je legt ze erin en dan moet je ze gaan neerleggen. Dus die lift heeft een functie dat je ze gaat neerleggen. In dit geval een praktijkinstructie rond de tillift, waar dat ze echt wel moesten leren hoe dat die tillift in elkaar zat. En dat ze samen met mij eigenlijk keken hoe het werkte. Ziet je die omhoog en omlaag gaan? Dat is uw hartslag. Tussenin hebben ze dan die vrije momenten waarin dat ze zelfstandig kunnen werken aan hun opdrachten. Tijdens die zelfstandige momenten is het belangrijk dat we er ook zijn voor hen. We lopen rond in dat lokaal, we kijken wat ze aan het doen zijn. We proberen hen positief te bekrachtigen. En dat is ook belangrijk dat je niet gewoon aan je bureau gaat zitten, maar dat je dan rondgaat in die klas en dat je luistert naar wat de noden zijn. Goed, ik ga jullie nu de tijd geven om te werken aan jullie formatieve toets. En moesten er vragen zijn, ik ben er. Hoe reageren de leerlingen daarop? Dat hangt er vanaf. In het begin zijn leerlingen heel weigerachtig. Ze gaan dat niet fijn vinden dat zij ineens zelf moeten werken en actief achter die informatie moeten aangaan. We hebben gezien dat er sommigen echt eventjes gaan zitten en zeggen, ik doe het niet. Oké, gaan we er in gesprek mee? Willen die nog geen gesprek? Even goede vrienden, dan nu nog niet. Als ze eens in het systeem zitten en het systeem goed doorhebben, dan merk je wel dat een leerling niet meer op die remmen gaat staan, maar juist loskomt en juist meer gaat groeien. Ik merk dat niet alleen persoonlijk, maar ook onze cijfers wijzen dat uit. Als we kijken naar de laatste 3 jaar, die drop-out is gewoon verminderd. We hebben geen enkele drop-out gehad op dit moment. Dat is heel leuk. Er mogen nog heel wat bewoners gehaald worden, want we hebben hier zelfs verjaardagsfeest. Zij zeggen tegen mij, nu heb ik minder angst als ik op stage ga. Ik heb wel eens in het echt gezien, een stagementor. Ik weet wat hij van mij kan verlangen als stagiaire. Ik weet hoe ik een bewoner kan aanspreken. Ze gaan niet op stage meer van, ja, ik moet hier komen stage doen, maar ik heb hier doelen en ik wil die doelen bereiken. De stagementor zegt zelf ook, wauw, die weten wat ze willen leren. Die zijn actief, die denken mee. Ik zeg, yes, dat is wat ik wil. Moet je er ook gaan bijzetten? Ik zie nog een plekje vrij. Kijk eens aan ze. Alsjeblieft. Dat weet ik. Ja, ik hoor inderdaad wel vaak dat beroepsrichtingen die verantwoordelijkheid niet aankunnen. Klasse, speciaal voor u. Jij mag hier komen zitten. Dank u wel.
Ik vind dat een heel raar gegeven, want eens dat ze bij ons afstuderen, hebben ze niet meer de kans om te gaan verder studeren, of wordt toch vaak minder verder gestudeerd. Dus zij moeten gewoon direct dan in de maatschappij komen en direct maar die verantwoordelijkheid uit zichzelf leren. Het is juist wel aan ons om die verantwoordelijkheid mee te nemen. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat zij klaar zijn voor die maatschappij. Hopla. Als ik het dan zie dat ze op stage gaan en ze voelen zich goed, ja, dan ben ik gelukkig. Ja, meer kan ik er niet. Allee, zij stralen dat uit naar de mentor, maar ook naar de bewoner. En daar is het eigenlijk allemaal voor te doen.